Ik ben een man en ik eet vlees. Tot voor kort was dit heel normaal. Tegenwoordig kijken mensen je aan alsof je een kinderverkrachter bent. Vlees eten is het zoveelste onderwerp dat een taboe dreigt te worden door een handjevol extremistische deugdrammers. Veganisten zien in elke vleeseter de duivel. Zij stellen dat er geen goede argumenten bestaan om vlees te eten. Ik heb daar een heel duidelijk antwoord op. Om te beginnen heb ik geen problemen met de eetgewoonten van veganisten. Al eten ze voortaan broodjes poep. In een vrij land moet dat kunnen. Geloof lekker wat je wilt, ik zal je niet lastigvallen. Het zijn de veganisten die mij aanvallen en eisen stellen. Wie eist, die bewijst. Ik hoef dus geen argumenten te geven om hen te overtuigen. Het is andersom, zij willen wat van mij. Zij moeten aantonen dat er überhaupt een zinvolle discussie bestaat en de wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke opvattingen onjuist zijn. Vlees eten is een evolutionair proces van miljoenen jaren. Onderzoekers hebben ontdekt dat we zonder deze ontwikkeling nooit de mensen zouden zijn geworden die we nu zijn. Ongeveer 7 miljoen jaar geleden leefden onze voorouders. Daaruit ontwikkelden zich twee soorten. De ene soort ontwikkelde zich tot wat we nu de moderne mens noemen. De andere soort bleef steken op het niveau van de chimpansee. Destijds was er een probleem. Het eten van planten en knollen ging moeizaam en was niet voedzaam. Alle energie ging verloren. Dat remde de ontwikkeling. Daarom zijn we 3,4 miljoen jaar geleden vlees gaan eten. De beste beslissing ooit. Door vlees te eten konden de grote tanden om knollen te herkauwen vervangen worden door kleinere tanden. Hierdoor ontstond er ruimte voor meer hersens, spieren en stembanden. Apen bleven vooral planten en fruit eten. Net zoals veganisten. We kunnen nu allemaal zien hoe zij geworden zijn. Vlees eten is dus een uitgemaakte zaak en niet discussiewaardig. Het is niet voor niks dat de veganisten die je ziet actie voeren slechts bestaan uit een marginaal extreem links clubje. Maak niet de fout door te denken dat het slechts bezorgde mensen zijn die een eerlijke discussie willen voeren. Vleeseters worden neergezet als vleesgekkies en blanke roze varkens. Hun onderzoeken komen van stapelgekke fraudeurs die verzinnen dat vleeseters asociale hufters zijn. Geweld en bedreiging maken deel uit van hun discussiemethode. Ondertussen klagen ze wel dat ze extremisten en terroristen worden genoemd. De veganist stelt dat vleeseters slechts één argument hebben. Lekker. Vlees eten is lekker. Er zijn ook pedofielen die kinderverkrachting lekker vinden. Lekker is lekker. Hetzelfde woord, dus vlees eten, is precies hetzelfde als kinderverkrachting. En kinderseks mag niet, dus vlees eten ook niet. De achterlijke opvattingen van veganisten zijn slechts gebaseerd op emoties vanwege vermeend dierenleed en de natuur. Maar de natuur geeft hen ongelijk. Overal in de natuur zijn vleeseters en de natuur is nu eenmaal vreed. Vegetarisch voedsel is vaak slecht voor het milieu en overal kleeft wel dierenleed aan. Dieren worden niet bepaald netjes weggehouden bij hun groenten. Grotere hersenen hebben voedingsstoffen nodig die alleen in dierlijke producten te vinden zijn. Met hun brein hebben ze dat logischerwijs niet nodig, maar laat ons met rust. Misstanden in de vleesindustrie moeten uiteraard worden aangepakt. De democratische rechtsstaat wordt als een vijand beschouwd door dit soort linksextremisten. Dus gebruiken ze geweld en disqualificeren ze de wet. De wet kan volgens hen geen argument zijn voor het eten van vlees. Wel maken ze verkeerde interpretaties van de wet tegen het eten van vlees. Maar consequent redeneren is nooit hun sterkste punt geweest. Het klopt dat de wet geen moreel waardeoordeel geeft over vlees. De wet is normatief. De wet geeft mij het recht om vlees te eten zonder lastiggevallen te worden. Ongeacht je mening, argumenten of zogenaamde feiten. Punt. Een belangrijke truc om te onthouden is de schijndiscussie. Met veel emoties en een beroep op menselijkheid word je verleid om toch met ze in discussie te gaan. Wel met de basisaanname dat jij ongelijk hebt en dus de argumenten moet geven. Daarna starten ze de bewijs-ontkenreeks. Elk argument dat je geeft beantwoorden zij met een ontkenning en de vraag om meer bewijs. Het maakt niet uit hoe goed je je argumenten onderbouwt en met hoeveel feiten je komt. Op alles volgt een ontkenning. Omdat argumenten niet oneindig zijn en ontkennen extreem eenvoudig is, zal het vanzelf een keer opgeven. Zij roepen zichzelf dan uit tot winnaar. Hun redenatie is vervolgens: we hebben nu een discussie gevoerd, wij hebben gewonnen, dus jij moet doen wat wij zeggen. In dit geval stoppen met vlees eten. Zo werkt het natuurlijk niet. Het beste argument om vlees te eten is het gedrag van die extremistische veganisten. Schuimbekkend proberen ze hun manier van leven af te dwingen. Het gaat ze niet om de discussie. Het gaat ze niet om de argumenten. Het gaat ze erom dat je ze gehoorzaamt. Anders gebruiken ze geweld. Tegen hen heb ik slechts één ding te zeggen. Fuck you. Net zoals met Zwarte Piet staat vlees eten niet ter discussie.
Het is een van de onderwerpen die extremisten misbruiken om de samenleving te ondermijnen. Ga daar niet in mee. Meteen afkappen. Laat ze in hun eigen sop gaar koken. Een lekker dier eet ik met plezier.